Nou, Sony heeft ook nog een aantal nieuwe smartphones geïntroduceerd. De Xperia V, de Xperia T en de Xperia J. Dit is de Sony Xperia T. Dat is een nieuw toestel van Sony met een vrij groot scherm. 4,6 inch of eigenlijk 4,55 inch. Een toestel met een HD-resolutie, zowel voor de camera als voor het scherm. En er zit een processor in met een dubbele rekenkern. Verder heeft hij natuurlijk Android 4. Wat wel bijzonder is, er zit een 13 megapixel camera op, dat is dus vrij veel. Met de XMOR-technologie en dat zou voor scherpere beelden moeten zorgen. Sony heeft er ook voor gezorgd dat er de camera heel snel opgestart kan worden, ook vanuit de uitstand vanuit het apparaat. Dus als je heel snel een foto wil maken, dan kan dat met deze. Nog een aardige techniek die Sony in deze en nog in een aantal andere toestellen heeft ingebouwd, dat is screen mirroring. En dat betekent dat je het beeld wat je op de telefoon ziet draadloos naar je televisiescherm kunt sturen. En op die manier kun je bijvoorbeeld een film laten zien. Dat werkt met Sony Bravia televisies van een bepaald type. Maar als je televisie van een ander merk is of hij ondersteunt het toch niet, dan kun je dat ook doen via een dongle die je insteekt in de HDMI-aansluiting op je tv. En op die manier kun je dan ook met dit toestel draadloos beelden overzenden. Nou, de behuizing van deze Sony is weer behoorlijk mooi afgewerkt. Aan de achterkant een beetje matte zwarte afwerking in deze uitvoering. Hij is ook behoorlijk plat, maar hij loopt ook een beetje krom. Dus het is net alsof hij aan de buitenkant wel wat dikker is. Wat ik wel jammer vind is dat de camera weer een heel klein beetje uitsteekt. Wat je niet zo vaak ziet bij Android-toestellen is dat als je een toestel draait, dat dan ook het hoofdscherm meedraait. Nou, in dit geval hebben ze dat gedaan omdat er ook een dock voor te krijgen is voor bij je televisie, als je dus die koppeling maakt. De telefoon is ook uitgerust met NFC. Nou, daar kun je ook in de toekomst mee gaan betalen. En je kunt er ook makkelijk verbindingen mee maken met andere apparaten. De Xperia T komt op de markt ongeveer in het derde kwartaal van dit jaar. En de prijs zal ongeveer €450 zijn.